Zoals Renaat zei, ze zijn met de 45. En aan het eind van die rechte lijn doet meteen dat spook op. De Nootsberg, Paul. Daar hield jij van, hè? Ik haat dat ding. Ja? En dat is nog zo. Nee, dat is gewoon heel zwaar. Dus als je echt niet goed bergop rijdt, is dit een verschrikking. En ja, je moet dat dus, zoals vandaag, ook 10 keer overbruggen. Er komt dan nog een verlengstuk aan. Dus als je boven bent, vroeger draaien ze al vrij vlug linksaf de weiden in. Vandaag gaan ze nog zeker 150 meters rechtdoor. En dat is ook zwaar, want dat is nog altijd niet plat. Dat is gewoon vals plat. Dus van herstellen is daar nog geen sprake. Er is natuurlijk wel een essentieel verschil tussen klimmen met de hardgepompte tubes en de wakke spullen waar zij hier naar boven moeten. Hè? Mm-hmm. Jawel, dus voor de wegrenners is dit ongetwijfeld iets van niks. Dus dan mocht je nog niet omhoog kunnen rijden, dan gaat je hier nog behoorlijk naar boven kunnen. Dus maar in de cross is dat heel anders. Dus je rijdt met die heel slappe opgepompte tubes, want je moet ook in die weide nog eigenlijk uit de voeten kunnen. Dus je kunt er wel iets te veel in pompen, maar dan staat je gewoon geparkeerd in de weide. Dus dat is ook niet geen oplossing. Nee, gisteren winnaar in Essen. Zijn 10e van het seizoen. Vorig jaar zat hij nu al aan 16. Maar toen reed hij ook meer crossen dan Pauwels. Laten we zeggen, hij wint. Of hij eindigt meestal op de plaats, zoals zijn rugnummer dat zegt, plaats 5. Lars Boom zei ons voor de start, het zal nog niet voor vandaag zijn. Hij was wel heel tuk op dit parcours, op het vernieuwde stuk parcours. Arnouds rechts, gisteren heel knap met een vierde plaats, maar zijn we toch op naar de Tenotsberg. Start niet echt razend interessant in die zin. Ze zullen wel een klein beetje inhouden, want ze moeten straks die Tenotsberg op en dan kun je toch maar beter wat energie in de tank halen. Jawel, hier is het gewoon een kwestie van vooraan te zitten en dan, als ze de Tenotsberg oprijden, dan kun je dus de kat een klein beetje uit een boom kijken. Het is een kwestie van vooraan te zitten en veilig en vooral bij de 10 eerste is meer dan voldoende. Maar daar ontsnapt er al eentje. Dus Peters, hè? Die kwam hier verkennen, hè? Die kwam hier verkennen, want die heeft hier nog nooit meegedaan. Dat is Rob Peters. Die ondervindt nu al dat lastig is. Hè? Ja, dat is waar wat hem zegt. Dat is nog geen ervaring. Dus hetgeen dat hij deed is heel onstuimig. Een boom die mee wegschiet. De jeugd, ook Valsleben zagen we vooraan, driftig mee te keer gaan. Dit stukje is een beetje verlengd, hè? Jawel, hier komt er zeker een 150 meters bij. Dus ook wel een klein beetje vals plat. Dus van herstel geen sprake. Dus dat kun je pas doen als je de materiaalpost gepasseerd bent. Maar in doog houden. Dus van het moment dat ze de weide ingaan, is er een bocht linksom omhoog. En die ligt heel, heel glad. Dus ik vermoed een paar gaan er daardoor spartelen. Maar dan kan het wel eens zijn dat er een valpartij komt. En dat is dus hier. Voilà, Boom heeft de Peters al tot de orde geroepen. Zonder schrik naar boven. Zijn vermogen uitspelen. Peters die meegaat aan Valsleben. Er zijn er een paar die daar stil dreigen te vallen. En hij is daar binnenkant hoogte in circa 8e, 9e positie met de Huilen voor hem. Groenendaal aan het wiel van Nijs. Pauwels goed weg. Ik meen dat dat rechts hier in beeld de Pauwels is. Dan de lussen trekken door de Tenotsweide. Opgelet, zo meteen komen we aan die hoek waar er altijd op in bek gaat. Jawel, ongetwijfeld vandaag. Dus de renners nemen heel veel vuil mee. Dus, want je ziet, de weide is nog volkomen groen. Dus dat wil zeggen dat ze toch heel veel smurrie mee naar het kasseiwegje nemen. En dat is altijd heel glad natuurlijk. De wereldkampioen die hier dus won in 2005, maar dat was het jaar van de karate-trap, waardoor wel eens eigenlijk van de tabellen geschrapt werd en Boom, die tweede werd in de race, de overwinning op zijn naam kreeg. Stibar aan het wiel van zijn gezel van gisteren. Stibar deed flink mee met Nijs en werd mede daardoor tweede. Dat is de laatste lus en daar duiken we dan het gat van Pluto in. Ja, hier zijn ze dus op het kasseitje. Ook dat kasseitje is wat korter, Paul. Jawel, dat is een kleintje. Dus vroeger, Rob Peters tegen de grond. Ja. Op de kasseien. Verkennen kwam hij doen, hè? Ja. En dat dus, doet dat met verven. Het is glad, dus de meesten weten dit allemaal ongetwijfeld. Maar dus, het zal niet de laatste keer zijn dat je hier iemand ziet vallen, want dit is gewoon ijs. Nog eens, zwiep, zegt het achterwiel en daar gaat Peters. Renaat.
Glasboom op de trappen met een bijna struikelende Kevin Pauwels. En dan het kloofje met Walslepen op 3 van Tornhout op 4, al op 5. Op dit moment is Wesley van der Linden 6e, Nijs 7e. En dan zien we Stibar 8, Groenendaal 9, Vervekke 10, Hoyle. Dan wel eens op 12e plaats met zijn spoor. Zijn broer Geert dan verderop, Arnouds, dan Petersen. Een heel pak hier. Jan Verstraeten die zelfs naast de trapjes naar boven loopt. Het is spectaculair om te zien hier. Nu gaan ze weer naar boven. Ze draaien hier weg waar ze vroeger onmiddellijk naar beneden gingen. Is het parcours nu aangepast. Je moet hier kunnen indelen. En dat is niet echt waar Boom mee bezig is. Ik heb het voorspeld. Hij zal morgen al beter voor de dag komen dan vandaag. Ik heb het over Essen. En hij is dat al aan het demonstreren. Met andere woorden, hij heeft een hele lange voorbereiding op het wegseizoen eigenlijk. En ook op het tweede stuk van het crossseizoen. Het stuk met de kampioenschappen. Daar is hij mee bezig geweest in Lanzarote. Maar hij denkt natuurlijk ook verder aan dat voorjaar op de weg. De man die veel meer kan dan alleen maar crossen. Daar is Boom met Pauwels die ook graag bergop rijdt. Ja, dit is een heel lastig stuk. Hè. Dus dit wil zeggen, daar straks zijn ze hier bergaf gereden. Dus dat wil nu zeggen, helemaal terug klimmen naar het hoogste punt in de materiaalpost. Alvorens naar het, richting het voetbalveld naar beneden te duiken. Dus een zwaar stuk hier. Dan zien we Walslepen met de Klaas van Tornhout. Ook heel goed in het klimmen. En hij zit daar aan het eind van het tweede pakket. Het is nog niets gezegd, maar we hebben hier wel de juniors bezig gezien. En dan zagen we dat de man die als eerste de weide indook, dat hij ook gewoon een hele cross rondrijdt. Solo. Ja, dat was zo. Dus maar dit is een heel ander gevalletje. Dus dit zijn de profs. Dus Nijs, pak een ervaring hier in Overijse. Weet dat je op het gemak kunt terugkomen. Dus het valt gewoonlijk nog wel eens stil richting Ten Osberg als ze de finishlijn passeren. En daar zal hij nu ook op gokken en een klein beetje erop rekenen. Kevin Pauwels ondertussen naar de leiding. Zonder schrik. Boom heeft een probleem. Jawel, die heeft stukken. Dus Lars staat plat. En dat is een dikke, dikke ramp. Hè. Dus, want hetgeen dat hij nu nog te wachten staat. Dus hij moet nog. Met andere woorden, ik zie het niet rooskleurig in voor hem. Dus ook nog vooraan. Vooraan, daar is niet mee te sturen. Dat valt niet mee te sturen. Dus hij wil zeggen, hij moet daar in dat bergje nog naar dat parkje helemaal naar beneden gaan duiken. Dan nog op de Ten Osberg naar boven. Een ramp. Dit is een, sorry voor de uitdrukking, dit is een klote cross voor de materiaalpost. Hier zouden eigenlijk twee posten moeten zijn. Doe maar een af. Pauwels heeft een voorsprong uitgebouwd in die afdaling. En hier staan de ramptoeristen. Kijken nu naar het peloton. Al op 2, Boom op 3. Van Tornhout 4, De Walslepen, Van der Linden, Nijs, Stibar, Welles, Groenendaal, Hoyle, Vervekke. En dan de rest van het pak. Zo duiken ze naar beneden. Voorlopig, gelukkig maar, zonder ongelukken. Waar is Bart Welles? Die is als 22e het veld ingedoken. Het was alles of niks, zei Bart Welles. Je ziet me Verstraeten door het beeld glijden. Hier Peters, die met zoveel vuur van start ging, ondanks die slapeloze nacht. Dit is Pauwels, helemaal alleen. En Aldi weet niet goed wat hij daar moet mee gaan aanvangen. Dus die wacht op versterking. Heeft ook gezien dat Boom, dat hij nagenoeg aan de kant staat. Want Tornhout is wel op komst. En Walslepen die moet daar een gaatje dichten. En Nijs die schuift gewoon mee aan het wiel van een van de renners van de ploeg van Tornhout. Kijk, Boom wat hij doet. Dus zit volledig nog in het peloton op zijn lekke tube. Het zal natuurlijk nog een heel ander paar mouwen zijn als hij nu omhoog moet gaan rijden. En dan het laatste stuk over de kassei nog. Dus hij moet nog 500 meters rijden alvorens de post in te duiken. Hier is onze Kevin, de kleine van Kalmthout. Jawel. Kan een stukje bergop, heeft hij in de rittenkoersen in Midden-Spanje, Noord-Spanje al een paar keer bewezen. Welles schuift dan toch naar voren. Kijk. En Boom doet dat nog naar behoren. Hè? Nou ja, hij doet dat behoorlijk, dus, maar hij zet zijn rit toch al open. Dus dat wil zeggen dat hij afziet als de beesten. Dus volledig in het rood aan het rijden nu. We hebben een rondetijd 6.13. Dat is een gemiddelde van 26,5. Dat is rapper dan gisteren. Ondanks de moeilijkheidsgraad hier in het vele klimwerk. Dat is Pauwels. Bij Fidea hadden wij gisteren toch weer de indruk, is het ieder voor zich. Stibar wachtte niet op Welles. Als Tsjechisch kampioen moet dat ook niet. En als man van Essen zeker niet.
voorsprong zeker niet geruststellend. Het is Heulen die daar als tweede die lastige bocht pakt. Zie hoe Welles en Nijs die bocht veel breder nemen. Ja, ja, het is echt een beetje zoeken, dus, maar ze doen het allemaal perfect. Nu kijken hoe groot de schade is voor Lars Boom. Hè. Dat is iets, want hij keek wel een beetje uit naar de cross, hebben we al gehoord voor de koers. Dat daar het een prachtig parcours was. En als hij dat zegt, dan is hij al direct gemotiveerd. Daar zit hij een beetje in de achtergrond verzeild. En eindelijk is daar de verlossing. En nu zien hoe snel hij weer terrein goed maakt. Maatjes opraapt. Ja, heeft wel wat geleden natuurlijk. Hè. Dus ik heb nog nooit iemand zo lang zien rijden met een lekke voortube en dan nog heel veel plaatsen verspeeld. Je ziet Peter Steenke, wat is dat hier allemaal? Renaat. Heulen is de eerste achtervolger op Kevin Pauls en die volgt op exact 10 seconden met Welles in zijn spoor. Al op dit moment vierde. Dan van Tornhout, Nijs, Stibar, Groenendaal en Vervecke en Arnold zitten er ook nog aan. Walslepen is wat teruggezakt en hier komt dan Van der Linde, dat is op 20 seconden. En ook Renaat Schotten ondervindt dat presteren hier pompen is in Vlaams-Brabant. Hè? Ja. Dat is Pauls. En dan gaan we ze hier opvangen. Daar zien we Bart Welles komen. Er is een ploegmaat. Heulen, de Zwitser. Die moet zich hier lekker voelen. Het is een beetje een Zwitsers parcours. Nee, helemaal een Zwitsers. En dan de andere. Hij is heel breed. En nu Renaat. De lekke band van Lars Boom heeft hem heel veel tijd gekost. Hij is daarnet in de afdaling gesignaleerd op een halve minuut van de kopkoet. Wat doet Bart Welles? Gaat hij resoluut naar voren? Het zou natuurlijk een schoon koppel zijn. Twee mannen van Fidea voorin. Ja, dus maar hij kan ook een klein beetje de kat uit een boom kijken en Pauls laten vertrekken. Dus het is niet echt aan Bart van nu echt diep te gaan. Dus hij zal zich goed voelen en dan kan alles natuurlijk. Daar heb je hem, met Heulen. En dan een klein gaatje van Tornhout en dan Nijs. De Belgische kampioen. Groenendaal die goed meegaat. En dan Thijs Al met de rug nummer 9. Bart Welles voelt zich in zijn sas. Dat ziet er beter uit dan gisteren. Maar dat had vooral te maken natuurlijk met die val waarbij hij zijn rug bezeerde. Klein zwiepertje van Nijs, maar die corrigeert alles. Weer naar die weide en naar de klimmende strook. Dit is lastig. Dat is eigenlijk nog een keer de Tenalsberg. Ja, eigenlijk wel. Maar dan in de weide, in de drassige omloop hier van dit gedeelte van het parcours. Oeps, Schotten. Eens kijken hoe het staat met die voorsprong van Kevin Pauls. Nog altijd op de hielen gezeten. Nu ja, op de hielen gezeten. De jacht wordt gemaakt door Heulen. En dat is op 11 seconden. Welles derde, Van Tornhout vierde, Nijs vijfde, Groenendaal zesde, Al nu zevende. En dan een kloofje. Ja, een verschilletje. En het is dan Stibar die dan het groepje leidt met Vervecke daarin, met Arnolds daarin. En de scheuren worden nu toch groter. We zien hier een Walslepen die zachtjes aan het sterven is. Figuurlijk dan ook Tom van den Bos zit in dat groepje. En hier dan verderop Wesley van der Linden en Jan van Verstraat. En hier komt dan de wereldkampioen Boom op 35 seconden. Het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Wat er of er nu een klein beetje veranderd wordt aan dat parcours Overijse is altijd lastig. Dat zal altijd zo blijven. Belangrijk moment. Nijs schiet naar voren. Ja, dus Bart heeft het begrepen. Dus Nijs onmiddellijk naar voren. Nijs schiet naar voren. Gaan we nu al een andere kijk op deze cross krijgen. Dat gaat galant. Tornhout kan een goede reisgezel worden. Renaat. En we zien onmiddellijk het resultaat, het verschil. De achterstand op Pauls is nog 6-7 seconden door die jacht van Sven Nijs. Dat is een klein beetje brutaal, de manier waarop hij daar naar het voetbalveld van Tempo dook. Tenminste naar de piste daar rond. Kleine Pauls daar al door de bocht. We blijven maar een kleine Pauls zeggen, maar die wordt ondertussen toch wel een stukje groter. De man die wekelijks op pad gaat met Mark Hermans. Dat is een privécoach, laten we zeggen. Hier dat opkantje, dat is nieuw. En dan gaan we naar het Mariendalpark. Renaat. En de wereldkampioen blijft hangen op een halve minuut. Lars Boom, die daar in het gezelschap reed van Sven van Toerenhout. En ook Walslepen zat daar nog in de buurt. Hij zal dus wel een mentale tik gekregen hebben. Dat is ook logisch, hè? Je voelt je goed. Ja. Stormachtig begin van Lars Boom. Dan pats, lek vooraan. En dan, oh, zo ver weg, die dubbele materiaalpost. Dat is eigenlijk een pleidooi voor het ondubbelen van die posten. Een dubbele materiaalpost in Overijse vind ik onzin. Okay. Dus zal toch wel zeker een rondje nodig hebben om te herstellen van hetgeen dat hij meegemaakt heeft. Dus volledig verzuurd waarschijnlijk. Met Jan Soetens achter hem aan, met nummer 28. Hier Sven Nijs, die van Tornhout toch een klein beetje aan de rekker ligt. En de andere ook nog verder uit de wielen kletst. Ja, Nijs draait hem helemaal open het gas. Hè. Je ziet het aan het pelotonnetje daar achter hem. Dus het barst helemaal uit elkaar. Wat je met Nijs hebt, hè, als hij van katoen geeft, dan is dat op zijn fiets. Dat is Pauwels. Die
niet onderschatten is, hè. Opletten. Hij is ook veel verstandiger dan hij zou laten vermoeden in zijn interviews. Je gaat daar heel verstandig mee omgaan. Ziet nu dat Nijs komt en denkt van, oh, dat ziet goed. Als ik daarmee mee kan. Nou ja, daar zal het wel op die manier bekeken hebben. Dus een klein beetje op reserve rijden nu. Want Nijs, als die komt, ja, schuif maar mee, hè, want hij gaat vertrekken. In totaal 9 ronden, dus nog 7 ronden voor de mannen die hier nu passeren. Stiba zeker niet hersteld van gisteren. Dat merkte gewoon aan zijn koersgedrag. En ook Vervecke ligt daar een beetje aanmächtig te spartelen. Hier komt Turbo Bom. Toch nog even inhouden. Toch nog even aan dat wiel gaan zitten op dat lange rechte stuk. Ja, dus het zal, op een half minuut. Het zal allemaal van hem moeten komen. Dus als hij nog wil terugkomen, zal dus absoluut geen steun krijgen. En zeker niet in de positie waar hij nu zit. Wel, hij zakt er een beetje door. Zie je dat? Ja. Handen boven op het stuur, niet aan de koppen van het stuur. Nee. Nee, dat is niet goed. Stibaar rijdt erop en eroverheen. Ook Groenendaal en doet die kwam die. 6,29 de tweede ronde. Dat is een gemiddelde van 25,5. Dat is voorbij voor Bart. Vind ik eigenlijk toch wel straf dat het gemiddelde hier hoger ligt dan gisteren in Essen. Ja, dat is misschien te verklaren dat het nog behoorlijk bolt. Dus je ziet ook de weide dat het allemaal nog groen is. Maar het is raar, ja. Overijs, 16 keer Liboton. De eerste keer in 1978, de laatste keer in 1987. In 10 seizoenen, dan stelt u zich de vraag terecht. Maar hoe kan dat? Wel, hier in Overijs werd in die jaren keer op keer 2 keer georganiseerd. Een keer in december en een keer in januari. Renat. De drie leiders in de materiaalzone. Nijs, Van Tornhout en Pauwels met een nu al mooie voorsprong toch op de eerste achtervolger. En dat is Thijs Al. Thijs Al die vierde is op 6 seconden op dit moment. Dan vijfde op dit moment. Stibar op 8 seconden met Hoyle. Die daarachter volgt dan Groenendaal op 12 seconden. En dan het groepje Vervecke. Chico zit daar ook bij. Arnoud Boom op 17 seconden. Dus toch wel degelijk een serieuze remonte van Lars Boom. En Bart Welles die daar op een lengte of 10 achterhangt. Achter dat groepje met Lars Boom. Dat is het feit van het moment. Lars Boom teruggekeerd met de beklimming van de Tunnelsberg. Dan heeft hij er toch een goede 13 seconden afgedaan in een mum van tijd. Met andere woorden, zijn motor slaat weer aan. Van Tornhout, die vindt het ook allemaal lekker hoor. Dat is ook, naar eigen zeggen toch, een klimwonder. Ja, en hij ziet het ook zitten. Hè. Dat hebben we vorig jaar al mogen bewonderen. Dat hij ervan houdt van deze cross in Overijs. En dat is nu niet anders. Geef me een muur van hoei, zegt hij in een interview. En ik ga daar met de beste naar boven. En ik ben geneigd om hem te geloven. Renaat. Ja, ondertussen bij Danny de Bie, die zijn licht mag laten schijnen over wat hij daarnet zag op de Tunnelsberg van Bart Welles. Ik denk dat hij wel de problemen heeft met zijn rug, want ik zou het niet anders kunnen zoeken. Zo, dus hij staat op het moment volledig te voet. Ja, het was spectaculair, hè? Het was niet mooi voor te zien eigenlijk. Is het dan wel verstandig geweest om hier te starten? Ja, Bart is nog altijd sportman. En hij hoopt nog natuurlijk altijd van er het beste van te maken. En op het moment ziet er het niet echt heel goed uit. Ja, hij heeft in het verleden natuurlijk nog veel rugproblemen gehad. Kan hij zich nog herpakken tijdens de koers? Kan hij daarvan recupereren? Met Welles weet je nooit, maar het zag er toch niet, die laatste beklimming zag er toch niet goed uit. Bedankt dan niet, Bie. En hier zien we Stipaar met Thijs Al, de derde van gisteren. Stond die daar te blinken op dat podium 4 als een koppel gieters. Pauwels, zoals voorspeld, hij doet mee. Hij volgt het hoge tempo van Nijs en Van Tornhout. Want ook Van Tornhout is een tempobeul. Als hij zich op kop zet, dan is dat om zich volledig te geven. Hier Hoyle. 34 ondertussen. Ja, en daar vlak achter Lars Boom al. Dus, zit al rond de 98e positie ondertussen. Ze moeten niet twijfelen hier, want die gaat komen. Minzame jongen, hè, Hoyle. Vroeg ons na de cross in Igor, kun je mij meenemen met mijn fiets erbij naar de luchthaven in Bilbao? Dat deden we dus. En heel dankbaar was hij. Hier Boom, die een paar lussen hoger kijkt. Waar zitten ze al? Rijk er nog naartoe? Ik denk het wel. Als hij al tenminste goed genoeg is. Renaat. Hij reed daarnet knipoogend naar boven. Hij was letterlijk aan het knipoogen, hoor. Echt waar. Van Tornhout is de pits binnengereden. Heeft hij pech, want dat zal hem een paar lengtes kosten. Stibar en Al volgen nu op 8 seconden. Als vierde en vijfde van Tornhout verlaat de zone met wat achterstand. Hoyle nu op 15 seconden. Hier komt Boom. Positie is gewonnen, maar hij blijft hangen op 17 seconden. Met Vervecke is de spoor Groenendaal, Arnouds en Chicos. Is het
aangewezen om hier toch een paar keer te wisselen op een goed bereidbare omloop? Ja, er is niks mis mee. Dus ze verliezen er eigenlijk niet veel mee. En dan is het toch aangewezen van af en toe eens een andere fiets te pakken. Ja, het is maar die Tenotsberg die dat je telkens op moet met die vuile tubes die dat toch en het slijk blijft eraan hangen, omdat het zo jong is. Dus de weiden is nog groene, dus al hetgeen dat er loskomt blijft toch aan uw fietsframe hangen. We hebben hier te maken met jong slijk. En hier is Bart Lammers. Is het mogelijk dat hij een ronde lang de tijd neemt om die rug weer een beetje te ontlasten, om dan weer een paar rappere benen te vinden? Nijs, Pauwels, Torn had die behoedzaam weer na die wissel naar dat achterwiel sluipt. Smalle Klaas, 1,89 meter denk ik, voor pakweg 65 kilo. Als je ernaast zit in het vliegtuig en je komt er even tegen, dan denk je, oh, je gaat in brand schieten. Ja, dat is echt wel scherp staan, die Klaas. Dat zal wel grotendeels zijn natuur zijn, denk ik. Ik denk niet dat hij meer traint dan iemand anders. Minder, minder. Ja, dat weet ik niet, echt niet hoeveel. 13 uur per week maximaal, zegt hij. Wel vol in de voorbereiding, maar 13 uur maximaal, omdat zijn gestel dat niet echt aan kan om nog een groter trainingspensum naar binnen te werken. Stond in het nieuwsblad gisteren in een interview met hem. Vervekken met de Arnouds en Groenendaal. Dat is in die duik richting Vijver. Hè? Ja. En dan Bart Lammers. En dan zijn ze al richting finish aan het rijden, de eerste. Het is dus een keertje gebeurd dat Rick Mehi, ondertussen slager geworden, voor een afgesproken premie met Mark van Lombeek, 1000 frank, het water indrok. Ja, Nijs keek achteruit. Dus ja, dat is waarschijnlijk maar één iemand zoeken. Hè. Dus hij die dat plat reed in de allereerste ronde. Boom dus. Ja. Nog 6 ronden, dames en heren. Het verschil is 11 seconden. Hier komen Stibar en Thijs al. We hadden daar net Boom op 17 seconden. Dat worden er weer meer. Dat gaat naar de 20 seconden. Boom met Huilen op 21 seconden. Met de Vervekke en met Arnouds. Dan zien we daar Groenendaal komen. Met aan het wiel van Groenendaal terug nummer 43. Dat is Sikos. En dan Bart Welles. Die rug permanent ontlast. Met een grimas. Rondetijd 6:29. Egaal. Ronde 2. Exact dezelfde tijd. Chikos op en over Groenendaal op de Tenotsberg. En Boom, jagend. Renaat. Om de opgave te melden van de Nederlander Tim Heemskerk. Ja, dat heeft op zich weinig belang. Maar ook de opgave van Sven van Toerenhout. Jawel, Sven van Toerenhout is uit de koers gestapt. Zijn begeleiders hebben hier de materiaalzone verlaten. Voorlopig is de reden onbekend. Hij was een beetje teruggeslagen. Sven van Toerenhout. Dat zag je ook al heel snel gebeuren in het begin van deze wedstrijd van Toerenhout, die vrij vlug afhaakte en bij de eerste passages al in de achtergrond voorbij kwam aan de aankomst. Daar die lastige bochten waar ze nu toch met al dat verstand van Nijs voorop heel breed doorheen gaan. Jawel, dat is ook altijd het beste dat je kunt doen. Dus iemand dat de ervaring heeft, dus iemand dat kan crossen, ja, die moet je niet gaan proberen een andere route op te leggen. Doe dan maar gewoon hetzelfde wat die man doet. En dat zal wel dikwijls het beste uitkomen. Renaat. De Overijsse 3, Nijs en Co, zijn ondertussen alweer door de materiaalzone. En de eerste achtervolger nog altijd Stibar. Hij verliest op dit moment 13 seconden. Dan zien we al op 14 seconden. En dan komt de rest. Hè. Eens kijken, Boom is nu zesde op 19 seconden. Arnouds volgt wat verderop. Huilen en Vervekken, ja, die heeft het lastig. Maar die kan 1000 keer sterven op een cross. En op het einde dan, wie weet, toch nog iets doen. Chikos die volgt hier op 28 seconden. En waar zit Bart Welles dan? Bart Welles komt hier, terwijl Groenendaal wisselt op 35 seconden. Bart Welles in het gezelschap van Tom van den Bos. Verdappering van Nijs. Jawel. Die zag het daarnet op het vorige beeld. En nu zag je hem heel even over de schouder kijken. Hangen ze er nog aan? Dat doen ze inderdaad nog altijd. Allebei, Klaas van Toornhout en ook Kevin Pauwels. Hier is Bart Welles. Ja, hetgeen dat Nijs mee bezig is. Dus je ziet het bijna niet in beeld. Maar hij is er dus echt het leven aan het zuur maken. Hè. Altijd zo van die kleine snoks geschreven, klein beetje achteruit kijken om te zien hoe ver dat hij weggereden is. Dat zijn symptomen dus waar hij mee bezig is van, ja, ik kan ze wel af, dus ik wil er mij van vergewissen. Hij heeft met andere woorden al een paar Nijs-stukjes aangestipt en daar geeft hij van Jetje. Ja, zit dus ook heel vinnig op de fiets, Nijs, dus nooit met een voet uit het pedaal om een bocht aan te snijden. Boom bij al. Boom bij Al, die heeft dus een bres gericht. Ja, dus in de wijde bergaf heeft Lars er gebruik van gemaakt van Vervekken en Kool weg te rijden.
heel scherp door die bocht en dan haast vanuit stilstand die berg op. En dan ook bij de frisse Klaas van Tornhout, gisteren niet gecrossed, heel veel druk zetten vanuit die onderrug. Pijnlijk hoor. En dan het gat. Wie komt er uit dat gat? Dat duurt wel een tijdje, dan maar naar de nat. Een van de aandachtige toeschouwers hier op de top van de Tournotsberg is Rudy de Bie. Laat jouw lichtje schijnen over deze wedstrijd. Oh, ik denk dat Nijs en Wilwerl opdringt aan de tegenstand. Voor de rest Lars Boom dit ook vrij goede indruk nalaat. Hij heeft een eigenlijk verloren positie, vrij vlug in de wedstrijd terugkeert. En wat vind jij van de vernieuwingen aan het parcours? Oh, ik vind het mooi. Ik vind het parcours zoals het nu gesitueerd is echt prachtig. Ook de weersomstandigheden zijn natuurlijk heel mooi. Ja. En mocht je de slagwerkers op de achtergrond gehoord hebben, het zijn West-Vlamingen die hier staan te trommelen, Michel. Weer zo'n Nijsstuk. Weer tijd voor een Nijsprik. We zagen Pauwels daar net al heel even aan de zwadder gaan. Hij heeft dat toch weer netjes opgelost. Zit aan het wiel van Tornhout. En dan met een brede camerabeweging weer naar de top gaan. En daar is Nijs nu echt aan het exploderen. In goede zin dan toch, hè? Hier, hij is alleen. Gaat hij nu al met nog ruim een ronde of vijf zeker helemaal tot het einde alleen blijven crossen? Oh la 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 la, Renaat. Hij pakt 4 seconden bij het binnenrijden van die materiaalzone. En het zag er niet al te best uit bij Van Tornhout. Pauwels die blijft ook zonder antwoord op dit moment. Nijs die serieus doortrok en hij had precies nog een beetje overschat. Hier in de achterzone dan komt Lars Boom die dus bij al zit en Stibar. Maar ze hebben terrein verloren, seconden verloren op 27 seconden. Stibar al en Boom die binnengaat voor weer een wissel. Arnouds volgt daar een beetje kort achter op 32. En toch houden we van die energieke stijl van Lars Boom. En met zijn schoenmaat 48, denk ik, even hollen, een nieuw paard pakken en dan weer aansluiten. Ja. En Nijs, ja, dat was indrukwekkend. Hè. Dus, dat was echt een ontploffing. Dus Klaas van Tornhout was verplicht van blijven te zitten. Dat ging veel te snel. Nijs die eer de laatste keer won in 2006, toen met een voorsprong van 12 seconden op Sven van Tornhout. Toen waren ze nog ploegmaats, meen ik. Nijs vinnig dat opkantje op en hij kiest inderdaad voor het solowerk, Renaat. En een beetje uit het niets in de achtergrond valpartij Richard Groenendaal in de materiaalzone. Groenendaal, ik denk tegen een nadarpootje gereden. Hij stond daar stil, heeft daar zeker 20 seconden verloren en is nu terug op de fiets de afdaling aangevat. Valpartij Richard Groenendaal. Dat hebben we terwijl jij dat zei netjes in beeld gekregen en dat is nog goed afgelopen. Ja, toch kwam dat vrij hard aan, dus ja, raakte dus het pootje dus, zoals we zagen en er is er geen ontkomende meer aan. Dat komt gewoon veel te hard aan voor die tuben en voor dat voorwiel, dus ja, tegen de grond. De twee in de achtervolging. Heeft Pauwels nog de power na die korte solo om Van Tornhout een handje toe te steken? Of moet sterke Klaas het helemaal alleen oplossen? De man van Tornhout. Daar gaan ze naar de laatste rechte lijn en Nijs is daar al een hele poos het gat uit. Iris Groenendaal met de Soetens in zijn gezelschap. En hij had al een zere duim, dus hopelijk is het niet erger geworden. Daar komt Nijs. Nu gaan we verschillen meten op 5 ronden van het einde. We zijn bijna 26 minuten aan het crossen. Klaas van Tornhout wil hier nog niet begeven. Kan niet, hè. Maar toch al een seconde of 10. Ruim 10 seconden. 11 seconden. Pats. Met Pauwels, die overpakt. Heel even een blik van Van Tornhout naar het bracket van Pauwels. Naar de pedaalslag. Hoe zit die nog? Dan het gezelschap Boom Stibar. De twee gevleugelden van 22. 22 jaar jong. Met Thijs Al, Tilburg. Dan daar aan het wiel Arnouds. Die er ook wel af en toe een goede uitslag weet te rijden in Overijse. En dan moet daar Vervekken komen. Die ondanks zijn leeftijd nog altijd een beetje laag op zijn fiets zit. Samen met Heulen. Op 42 seconden is dat. Op 42 seconden. En dan komt hier nu Tsikos voorbij. Een Pool. De Belgische kampioen is alleen. Daar in zijn zone. Aan de Sven Nijsdreef. Jawel, hij zit dus heel die Tornotsberg eigenlijk voor. Hè. Dus hij is nu boven. De anderen waren net beneden. Het ziet er goed uit voor Sven Nijs. En niet zo goed voor Bart Welles. Maar misschien gebruikt hij wel zijn verstand. Hè? Ik ga mijn rug niet nog meer onder druk zetten, nog meer belasten. Het moet straks allemaal in de kampioenschappen dan naar gebeuren. Welles is gepasseerd op bijna een minuut, 58 seconden. Hier komt nu Jan Soetes voorbij met Groenendaal. En daar ging erachter in dat groepje ook Verstraten. En Peters, de snelste starter, Renaat. Intussen is Sven Nijs met 12 seconden voorsprong op de top van de Tournotsberg links afgedraaid het veld in. Hij is nu de materiaalzone door. En
Dat ziet er allemaal heel relaxed uit, heel gefocust. Zo begint hij aan de afdaling. Het is Pauwels ondertussen die het initiatief in de achtervolging heeft overgenomen. Kevin Pauwels die een lengte of zo heeft op Van Tornhout. Dat is niet veel, maar ze rijden met z'n twee. En Van Tornhout heeft het initiatief overgelaten aan Kevin Pauwels. En de ronde, de vierde, 6.21. Dat is een gemiddelde van 2600. Dat is de op 1 na snelste. Dat heeft natuurlijk te maken met die vertapperingen van Sven Nys. En hij gaat hier nog eens van katoen geven. Daar zijn de anderen al wel. Maar die gaan dan een klein beetje stilvallen op dat hellende stuk. Dat is zeker nog niet helemaal weg, hoor. Ze verliezen nog niet echt heel, heel veel. Dus het kan hier nog. En Pauwels niet te onderschatten. Ik denk dat hij zichzelf nog niet helemaal kent. Dat hij nog veel meer kan dan hij tot nu al gevoeld heeft. Renaat. Lars Boom die is nu vierde op 30 seconden van de eenzame leider in de wedstrijd. Sven Nys, vraag je voor de bondscoach ondertussen. Rudy de Bie is de koers gelopen. Sven Nys is wel buiten schot, denk ik. Maar die andere twee die moeten nog wel opletten voor Boom. Bedankt. Ik zou niet durven zeggen dat Sven Nys al helemaal buiten schot is. Het is nog altijd een seconde of 12. Maar gezien zijn almacht van gisteren en zijn indruk die hij nu al nagelaten heeft en de kwetsbaarheid van de twee mannen die hem achtervolgen, helpt het wel een klein beetje in zijn voordeel. Ja, het was alsof dat ze een klein beetje zelfs aan het terugkomen zijn. We zijn nu half koers. We gaan af en toe wel een tussenpunt nemen om een verschil in te drukken. Hier heeft hij toch een klein beetje moeilijk, Nys, om terug op gang te geraken. Het ligt daar ook een beetje vettige pol. Vers vet, zei jij. Jawel, dat is ook zo. Hij lanceert zich hier toch weer goed om die volgende helling met de verven te nemen. Heel goed naar boven tussen hagen van supporters. Want nu al zeggen, de grote winnaar is hier de organisator en het publiek. Hè. Pak volk hier van het Brusselse, van het Leuvense, van de streek van Aarschot ook naar deze contrée gekomen. Boom. Weer indrukwekkend zoals hij daar even de maat neemt van Stibar. Nys die het veld overschouwt, aangemoedigd door zijn supporters. Krijgt er ook de kans omdat ze parallel een beetje rijden. Voor eens een keer achteruit te loeren. Hier weer op de strook waar hij van houdt. Waar hij de vorige ronde de beslissing forceerde. Nou ja, de beslissing, opletten. Van Tornhout heeft weer overgenomen van Pauwels. Hier. Verschrikkelijk lastig stuk. Het beeld zegt niet alles. Renaat. Nee, het lastigste stuk, zegt bondscoach Rudy de Bie over die strook waar Sven Nys nu in de materiaalzone gaat binnenrijden in de weide Vrooman. Het is indrukwekkend hoe makkelijk hij hierboven komt. Maar ondertussen is Van Tornhout toch in de tegenaanval getrokken. 10 seconden voor Van Tornhout en Pauwels. En Van Tornhout die duidelijk weer wat vertrouwen heeft gewonnen. Die weer kracht uitstraalde toen hij hierboven kwam in de materiaalzone. Kijken wat dat geeft in het vervolg. Zie je wel, het is nog niet helemaal gedaan. Dus altijd een beetje opletten als je te diep in je arsenaal moet tasten om een gat te slaan. Dan kun je jezelf tegenkomen op een zwaar parcours als dat van Overijse. Renaat. En intussen heeft Boom de rest achtergelaten. Hij ligt nu alleen vierde op 29 seconden. Stibar vijfde, al zesde. Arnoud zevende. Het is ook best mogelijk dat Nys nu met zijn verstand begint te crossen. Met andere woorden, zoals Sean de Bie dat al voordeed daar straks bij de juniores. 10 seconden is wel genoeg, hè? Het hoeft geen minuut te worden. Nee, dat hoeft echt niet. Dus dat moet alleen maar als het recht op aankomt. Zeker niet in een voorbereiding. En zeker niet met een periode die dat op komst is. Wanneer dat het elke dag gaat koersen. Stibar al, die bevestigt. En Arnouds, die zijn uitstekende prestatie van gisteren, die vierde stek in Essen, ook weer bevestigt. Ook hij straks misschien goed voor een top 5. Maar dan zal hij nog serieus moeten doorcrossen. Nys, dan is het kijken in de achtergrond. Steekt Van Tornhout daar zijn kop al boven. We zijn een half uur bezig, dames en heren. Nog evenveel voor de boeg. Hier weer. Het gaat van Pluto in en naar Schotten. Anderhalve minuut is de achterstand van een groepje met daarin Rob Peters, Jan Soetes, Bart Welles, volledig gereden. Groenendaal zit daar ook in. En ja, de fut is er helemaal uit bij Bart Welles. Ik kan je afvragen wat voor zin het nog heeft voor hem om hier door te gaan. Voor de eer en voor zijn supporters, want er zijn natuurlijk een paar bussen van Voorselaar en omstreken naar hier afgezakt om hun man aan te moedigen. En dat doen ze vaak met veel overgave. Hier Boom. Die zichzelf technisch vorig jaar toch nog een kluns noemde.
Maar daar heeft hij toch wel erg aan gewerkt. Ja, wel, er is veel van weg. Dan kun je niet meer zeggen dat, dat Lars niet naar beneden kan rijden. Of dat Lars geen bochtenspecialist is. Hij heeft het al het tegendeel bewezen. Kijk, ze blijven hem in het vizier houden. En dat geeft deze twee jonge burgers moed. 10 seconden, daar moeten we rekening mee houden. En dat blijft ook nog altijd. Het kan. Quentin Bertollet komt hier naast Bart Welles geschoven. Maar dat is ver in de achtergrond. Hè? Met Jacke Verstraeten er ook bij. Hier de tijdrijder. De viervoudige wereldkampioen. 3 keer in het veld in alle leeftijdscategorieën. En 1 keer bij de belofte in het tijdrijden. Dan Stibar, tweevoudig wereldkampioen bij de belofte. Telkens als het glad was. Of keihard. En dan sprinten. Klein versnelling trappen. Daar komt Vervekker met Huilen. Die zich andermaal een klein beetje verslikt heeft in een wat spoedige start. Overmoedige start. Een minuut. En dan komt de Chikosh. Dat wordt al een minuut 15. Daarom brengt. Doe maar een naad. De begeleiders van Bart Welles. Verzorger, die verlaten de materiaalzone. Dat betekent dat Bart Welles uit de koers zal stappen. Danny de Bie in eerste reactie. Ik denk dat het best is wat een nieuw moment kan doen, denk ik. Nu zit hij maar rond te rijden en gaan een kou krijgen. En, het is voor niks goed nu. Er komen nog heel veel wedstrijden en die zijn nog meer interessant dan nu. De Vlaamse druivenveldrit is afgelopen voor Bart Welles, Michel. Hij zet zich inderdaad wat ostentatief aan de kant. Ja, dat is voorbij. Dat ziet je direct. Richt zich op en ik heb meer zin heeft om zich nog te geven. Alhoewel, die heeft hier een paar keer. Die is aan zijn afscheidstournee bezig. Die gaat dat niet doen. Die gaat deze cross volmaken. Nee, maar nu was hij zijn schoen aan het frullen. Dus dat wil ook zeggen, hij is met die linkerschoen tegen de naders terechtgekomen. Het kan wel eens zijn dat dat sluitingsgekapot is. Welles. Ja, Welles is er vandoor. Ik zit Bart Welles. Renaat. En nooit het vel van de beer verkopen voor hij geschoten is. Zo moet de bondscoach er nu over denken. Want de twee achtervolgers zijn genaderd tot op 7 seconden van Sven Nys. En dat is nog niet alles. Op de top van de Tonosberg volgde de wereldkampioen Lars Boom hier plots op 18 seconden. Dus ook in 1 ruk weer een pak dichter gekomen. Bij de kop van de koers nog altijd de eenzame leider Sven Nys. Nys met een dikje. Kan die een voorsprong niet uitbouwen. Ja. En dat merk je ook. Bij de vorige passage zat hij daar al helemaal beneden in die haakse bocht. En zij komen nu een stukje dichter. Ja, het minste dat er nu gebeurt met Nys. Zoals hier. Ja, dat kan voldoende zijn om de anderen te motiveren nu. Ja, dat hier zijn ze. Dus nu krijgen ze Nys helemaal terug in het vizier. Die gaan erin geloven natuurlijk. Wakje in de spiertonus ook. Beheersing is wat weg. En hou rekening met Bomen. Ja, Jen heeft natuurlijk enorm veel pech gekend in de eerste ronde. Dus anders had Nys daar een heel brokje aan gehad om die te kloppen. Maar wel heel, heel vinnig. Weer dat vinden van die controle. Hè? Ja. Hier op de trap. Maar dan komt Van Tornhout al met zijn lange halen. En die blijft wel lopen op de trap. Terwijl bij Nys een overgang was naar een stappassage. Dat zou echt de redding betekenen. Dus als Klaas Van Tornhout bij Nys geraakt, ben ik garantie zeker dat het is gaan stilvallen. En dat zou de redding kunnen betekenen van Lars Boom. Ja. Van Stibar in de achtergrond. Tegen de grond. Van Stibar, terwijl Pauwels daar bijna tot stilstand kwam op die opkant. Daar haast niet meer wegkwam en moest daardoor Van Tornhout laten rijden. Hij is natuurlijk gisteren vol moeten gaan tot en met de laatste ronde. En hier de buikschuiver van Stibar. Jawel, op zijn buikje. Is er niet gerust in? Nu niet meer. Daar komt... Oei, waar is Klaas Van Tornhout nu? Wat is die tegengekomen? Daar is Boom. Het gevaar komt van Boom. Daar is iets gebeurd. Dat kan niet anders. Dikke, dikke problemen hier voor Klaas Van Tornhout. Het gevaar komt van Lars Boom. Renaat. Het gevaar komt zeker van Lars Boom. Als je ziet van waar die komt in zo'n korte periode, ongelooflijk. Hier komt Nys aan mijn neus voorbij. Nys, een beetje moeizamer nu. Ja, Renaat, lijkt het met Van Tornhout al lopend met zijn tuig op de schouder.
Dikke problemen voor Van Tornhout. Dikke problemen. We zien het. En hier komt de wereldkampioen op 10 seconden. En Van Tornhout, ja, dat is game over natuurlijk. Want dat is nog bijzonder ver, die strook naar de materiaalzone. Hij gaat hier seconden verliezen. Hij moet nog heel die berg oplopen in de Weide Vrooman. En dan moet hij nog oppassen voor renners die hem gaan inhalen. Ongelooflijk. Thijs Al kreeg de achtertype van Van Tornhout in het aangezicht. Maar dat was niet moedwillig. En dan lopen jongens hossen in de tenotsweide. Stipaar opletten voor dat achterwiel. Die is er ook doorheen. En wat gebeurt er nu vooraan in de cross? Is Nijs nog alleen? Ja, die is daar ook niet echt gerust in. Sven met van toeten of blazen waar ineens die Klaas van Tornhout is gebleven. Ineens kijkt hij daar terug in de verte op Kevin Pauwels. In de verte, misschien is hij, ook, weet al, het wel, is hij ook al gevorderd. Nu weet hij het wel. Daar komt Pauwels. Die gaat nagenoeg aansluiten. Daar is Boom al. Jawel. Daar is Lars Boom al ernaar. 4 seconden de achterstand van Pauwels. 6 seconden van Boom. En Boom gaat op dit eigenste moment daar aan het voetbalveld het gaatje met Pauwels dicht. Ondertussen hier de wissel met Van Tornhout. Nu pas in de materiaalzone. Wat een desillusie. Game over. We vragen de reactie van vader Daniel van Tornhout. En het is de derailleur, het snellingsapparaat. Niks aan te doen, Daniel. Ik denk dat er inderdaad niets aan te doen is. Er is nogthans hier geen parcours om de derailleurs in het wiel te krijgen. Maar blijkbaar moet er toch ergens een steentje in geraakt zijn. Met dat als volgt. Dus ja. Ja, beter vandaag of in een wereldbekerwedstrijd. Maar ja, leuk is iets anders. Hè. Okay. De realiteitszin van papa van Tornhout. Weer naar de wedstrijd, want het staat hier te gebeuren. Hè? Op een handvol ronden van het einde. Boom, knap, binnenkant bocht. Pauwels nog niet helemaal bij Nijs. Ik heb de indruk dat Nijs een klein beetje de rug recht. En dat hij zin is om die twee laten terug te komen. Om een klein beetje verpozing in te bouwen. Dat doet hij. Wat energie bij te tanken. Jawel, dat klopt. En dat zal ook nodig zijn. Dus, want als er zo iemand terugkomt, zoals Lars Boom nu, helemaal uit de achtergrond. Dat wil zeggen dat hij veel sneller aan het rijden is geweest. Hij mag dan een pak krachten verspeeld hebben. Dit gaat hier helemaal terug. Die koers gaat helemaal opnieuw moeten gereden worden. We zijn op de 3 ronden van het einde, dames en heren. En daar waar we misschien wel dachten na een ronde of 2 of 3. Het is gebeurd. Het zit erop. Nee. Het moet eigenlijk nog beginnen nu bij deze 3. En Pauwels gaat op het podium komen. En hij gaat daar chic staan tussen 2 tenoren. Misschien komt hij wel eens helemaal bovenaan. Waarom niet? Daar zit hij nu toch al een tijdje op uit te kijken, naar uit te kijken, op te wachten. De Tenotsberg die ligt zelden. Wat is de cadans? Waar is de vinnigheid? Waar is die het grootst? Ik heb niet de indruk dat dat nog bij Nijs is. Hier komt Arnouds door op 34 seconden. Dan zien we Al passeren. Nog veel drift bij Lars Boom, hoor. Jawel. Dus hij heeft ook zijn fiets teruggenomen. Dus met zijn wattagemeter op. Wat ze daar juist mee allemaal kunnen constateren is voor mij wat moeilijker. Dus maar duidelijk kunnen ze daar heel veel van aflezen. Dan zagen we de Tsjechische kampioen, Stipaar, met een gedubbelde pool. Hier is Van Tornhout. Dat is bitter natuurlijk. Hè? Je komt helemaal vooraan bij Nijs. Je kan eigenlijk die cross zo naar je toe gaan trekken. Dat was toch wel een beetje de verwachting. En dan pats, dan sta je daar. Ja, dus ja, hij was er echt mee bezig. Hè? Want het kwam allemaal van hem, van Klaas van Tornhout, die dat de sprong gemaakt had richting Nijs. Bovenop de Tenotsberg wil Nijs absoluut dat wiel van Lars Boom houden. Maar kan hij dat houden als hij gaat demareren zo meteen? Dat is toch wel de verwachting, Renaat. Ja, maar op dit moment wordt de kat uit de boom gekeken. Boom op kop, die laat het tempo hier een beetje zakken. Bewust na die inspanningen terug. En ja, hier wordt even gepokerd, maar dat kan ook natuurlijk. Hè, want nu gaan ze de afdaling in. Het is mooi om te zien de 3 van Overijssen nu. Boom, Nijs en ja, jawel, de jonge Pauwels. Zijn wat mindere prestatie in Essen bij Boom, die was te wijten aan zijn late thuiskomst van Lanzarote. Was pas thuis om 3 uur met een halve nacht. Doe je niet veel. Vandaar dat het niet echt lekker draaide in Essen. Maar hier gaat het wat anders worden. Hè. Als hij zo op de trappers gaat lopen en er een klets gaat opgeven, zoals hij dat ook gedaan heeft in de wereldkampioenschap op het laatste WK in Treviso, dan staat er haar op. Hè. Dan moet Nijs al zijn kunnen bovenhalen. Zijn technisch vermogen en ook zijn vermogen, want dat is nagenoeg even groot als dat van Boom, maar hij moet het wel vasthouden, hè? Amai, dat was al een prikje. Oh, oh, oh. We gaan nog iets beleven hier. Laten we hopen dat het allemaal pas beslecht wordt in de laatste ronde. En ik kan me ook wel voorstellen dat Nijs vanavond naar het gala van de sportman en sportvrouw van het jaar met een overwinning extra op zak
naartoe wil. Daar is Arnouts. Tenger, als hij is, komt hij toch wel een klein beetje power tekort om met de allergrootste te kampen. Hetgeen dat hij doet is natuurlijk wonderbaarlijk, het kleine baartje Arnouts. Maar ja, de groter zijn voorlopig iets sterker. Hier komen de grote. Boom met zijn lange schreden. Nijs, meestal met trippelpasjes. En Pauls behoedzaam. Fiets laag. Dan weer vanuit stilstand naar dat ellendige stuk. Dat er voor de slippers achteraan. Oh, Nijs toch nog goed. Jawel. Pal in het wiel van Lars Boom. En Pauls blijft maar stand houden. Pauls nog altijd maar 24. Wereldkampioen bij de junioren in Zolder. En 2 jaar later al wereldkampioen bij de belofte. Bon Chateau. Hij is er weer bij. Boom die dan eigenlijk er niet veel gras laat overgroeien. Dus was daar nog maar amper bij. Een half kilometer en al onmiddellijk naar de leiding om proberen Nijs al te lossen. Dat was wel iets te overmoedig. Zegt de verzorger van Rabobank, Tom de Vaar. Lars Boom, die heeft geen grens. Lars Boom, volgend jaar al een paar kleine rondes. Onder meer de Ronde van België, dat is toch het plan. En pas op met zijn tijdrijderscapaciteit. Hè. Ronde van België wordt beslecht in een individuele tijdrit in Herzelen. Heeft ook al de Vuelta aangestipt. En waar begint de Vuelta? Ja, in Nederland met een individuele tijdrit. Stel je voor dat Boom daar start en de proloog wint. Meteen in die gouden trui. Kan allemaal. Dat kan, tuurlijk. Renaat. En Boom die kijkt heel lucide. Die kijkt uit zijn ooghoek. Ik zal het nauwelijks geloven, maar hij komt hier gewoon fluitend boven gereden. Hij kijkt recht in mijn ogen. Ik sta je doodsangst uit, Michel. Het moet wel wat zijn, Renaat, als jou dat overkomt. In de ogen kijken van Boom. Als hij op training een pauze haalt, dan gaat hij, of houdt, dan gaat hij graag in een cafeetje binnen. En dan eet hij een Udenhoutse broeder. Oei, dat is een warm gebak. En dat eet je dan met suiker of stroop. En zo werkt hij er wel een paar naar binnen. Maar het is een trainingsbeest. Renaat. Hij lijkt net als gisteren op weg naar een vierde plaats. Bart Arnouts op 34 seconden van het koptrio. Stibar in vijfde positie op 45 seconden. Al is op dit moment zesde. En dan is dat knap van Bart Arnouts. Die dat 2 dagen na elkaar voor elkaar krijgt. Top 5 halen. De 3. Ja. De wereldkampioen. De Belgische kampioen. En een kampioen van morgen. Renaat. Hij zit niet op zijn plaats, maar hij geeft nog altijd alles wat hij in zijn magere lijf zit. Hij heeft Klaas van Tornhout volgt op iets meer dan een minuut. Hij is zo net Erwin Vervecke voorbijgereden. Ook Hoyle, de Zwitser, zit daar in zijn gezelschap. Maar lang gaan die niet bij de West-Vlaming blijven, denk ik. Het hadden er met andere woorden 4 moeten zijn. Hè? Van Tornhout zou hier ook bijgezeten hebben. Zeker weten. Ongetwijfeld. Opletten, niet te dicht op dat wiel. In die afdaling, al is dat een makkie in vergelijking met wat het vroeger was. Dan was dat echt een duik met dat angstbeeld van die plas voor ogen. En vraag maar eens aan Nijs wat dat kan betekenen hier in de fout gaan. Een paar jaar geleden, het jaar waarin Willis won, maakte hij een schuiver en belandde hij plat op zijn buik. En het was over. Jawel. Daar waar toch een alweer unieke tweestrijd in de maak was. Ook hij. Bergaf. Arnouts. En Renaat Schotten. Bij Rudy de Bie. Je hebt daarnet Sven Nijs tot winnaar uitgeroepen. Je mag het nog 1 keer proberen, Rudy. Het is heel bedenkelijk geworden. Had ik nooit gedacht dat Sven, ik zal niet zeggen een inzinking, maar toch zichzelf een beetje tegenkomen. En superieur Boom, toch indrukwekkend. Dus je gaat nu voor Boom? Ik ga niet direct voor Boom. Eigenlijk hoop ik op Kevin. Dat is misschien de snelste van de 3. Waarschijnlijk de snelste en ik hoop dat het wiel kan houden. Ik gun hem van harte. Een sprint, kan dit op dit parcours? Met al die valstrikken, al die hellinkjes? Boom gaan alle registers nog wel eens opentrekken, maar we zullen zien hoe ver dat ermee komt. En ik duim voor Kevin. Bedankt, bondscoach. De waardemeter, de Tenotberg. Altijd kijken naar de tred, naar het molentje. Kijk naar dat kleine molentje bij Boom. Kletst er maar eens achteruit, Kevin. Want het gaat niet rap nu. Het is de moment. Arnouts is gepasseerd als 4e. Boom zet zich helemaal achteraan. Dus even checken hoe het met Nijs gesteld is. En af en toe nog zelfs de tijd nemen om een schone langs de kant in het oog te houden. Ja. Dat is waar hij mee bezig is. Hij staat er alleen op de wereld, hè. Heeft dat recht.
het Nijskamp. Zagen we daar vader Nijs staan? Nee, die moet ergens in de post staan. Hè? Je komt nu het groepje met de Verwekken, met de Klaas van Tornhout. Een beetje geslagen Klaas van Tornhout. Mentaal een tik moeten verwerken. Het zag er zo schoon uit plots op een minuut en drie. Dat is het risico natuurlijk. Dus als je maar kiest voor één wedstrijd rijden in een weekend. En ja, als er dan iets gebeurt, dan schiet er niet veel meer over. Renaud. Of het veel wil zeggen, ja, dat moeten we afwachten. Maar Sven Nijs heeft het commando op de Tenonsperk opnieuw overgenomen. En zo draait hij opnieuw het veld in met Boom in zijn spoor. En Pauls, ja, die kijkt op dit moment nog eens de kat uit de boom. Hij wordt misschien de hond in het kegelspel. En zo kunnen we nog wel een aantal uitdrukkingen verzinnen. Moeten we nu al gaan speculeren op een sprint? Zover gaat het nooit niet komen. Nijs gaat dat nooit of nooit toelaten. Ik wilde eigenlijk zeggen, pas op. Met Kevin Pauls in een sprint, hè? Een raar jongetje, hè? Ja, daar twijfel ik geen seconde aan. Dus zoals die voor de dag kan komen in de laatste rechte lijn. Dat is zeker een redelijke snelle, maar ik vermoed dat ze het nooit zo ver gaan laten komen. Dus Nijs is iets aan het voorbereiden. Boom is heel sterk in deze hier dan, afdaling, hier dan, dit stuk. Hier bijvoorbeeld. Onbegonnen werk tegen Boom. Dat denk ik ook. Onbegonnen werk hier wegrijden. En dan zet Paulus zich altijd recht op de trappers. Dan gebruikt hij goed zijn gewicht op die trappers. En dan blijft hij heel lekker bij Renaat. Ja, ze zijn er dan toch een beetje mee aan het spelen geweest. De top 3, want Bart Arnolds die volgt nu als vierde op 20 seconden. Ja, maar hij moet hier wel dichtrijden. En het staat hier allemaal te gebeuren. Er gaan nog wel versnellingen komen, zeker weten. En dan is het maar de vraag of Arnolds zelfs maar de helft van die achterstand kan goedmaken. Opletten. Iedere fout kan hier fataal zijn. Hier gaat iedereen wel eens in de fout. Ja, heel stilletjes, zonder gerucht te maken, Lars Boom terug in zijn pedaal. Hier is Arnouts. En de mensen zoeken de meest nederige plaatsen op. Ze willen het spektakel zien. Hij doet dat heel goed. Ja, en ze kiezen allemaal voor dat kleine gootje, dus naast de kassei. Toch maar proberen daarin te geraken, omdat het daar minder schuift. Nijs legt zijn tempo op, dat is niet echt razend hoog. Weer een volgende kritiekpunt. Gaat niet meer zo vinnig als in de eerste helft van de wedstrijd, dat met zekerheid. Ja, het is maar afwachten voorlopig, dus niemand geeft het volle pond. Bij alle drie toch wel een beetje tekenen van verval. Dat kan ook niet anders. Knap zoals Nijs dat weer deed. Weer een versnelling. Weer naar de tactiek van de versnellende of de versnellingsprikjes. Is hij daarmee bezig? Ja, maar of dat deze keer gaat baten, dat is iets anders natuurlijk. Hè. Dus we weten van waar dat die boom teruggekomen is. Dat wil zeggen dat hij toch wel veel rapper gereden heeft tijdens de cross. En als hij niet vermoeid is, ja, dan kan hij dat nog. Boom dus met pech mocht u het begin van de wedstrijd te gemist hebben, daardoor achteruit geslagen. Op een bepaald moment werd hij afgeklokt op een halve minuut. Dan kwam hij terug tot op een goede 17 seconden. Toen dachten we, hij gaat er in één ruk naartoe rijden. Toen plafonneerde hij weer. Maar dan, plots, op het moment dat Van Tornhout aan de kant stond, reed hij in één ruk naar voren. Lars, Antonius, Johannes Boom, Renaat. Ze lossen elkaar van geen vin. En Boom gaat nog eens wisselen. Beetje onverwachte wissel. Maar kijk, hij anticipeert dan en gaat versnellen. En op die manier met een minimum aan achterstand, om niet te zeggen geen achterstand, uit die materiaalzone fietsen. Dat is knap. De meeste renners verliezen daar serieus wat seconden mee met die wissel. En kijk wat hij nu doet. In de afdaling, in één druk, voorbij Pauls. En dan in het wiel van Sven Nys. Heeft de zaken onder controle. De wereldkampioen soeverein. Maar wel tweede hier in deze race. Voorlopig toch. Er rijdt nog altijd ene Sven Nys voor hem uit. En dat is natuurlijk een uitstekende gids. Als het op de techniek aankomt. Hij speelt nog niet van kletsmajor, hè? Boom, dat hebben we nog niet zien doen. Het is nog een beetje vroeg. Dat moet maar voor de kampioenschappen gespaard blijven. Maar zijn neusje zit hij altijd wel te frullen. Hè? Dat doet hem ook altijd, dat hem goed is. Hier Arnouds, ook al aan tempo overeisen. Ik denk op een seconde of 15. Heel behoedzaam naar die slotronde. Dat is waar we mee bezig zijn. Jawel, we kunnen er niet meer onderuit. Dus het gaat in die laatste, allerlaatste ronde gebeuren. Dus de Tenotsberg zullen ze ook nog wel samen aanvatten. Maar vanaf dan is het dus elke meter bekijken. Dus in die afdaling misschien de eerste prik al.
Renaat. Ja, je zei 15 seconden, het zijn er zelfs 14. Michel, de achterstand van Arnouts op de top 3. Weer naar de vijver. Weer naar het Begijnhof. Weer naar de laatste rechte lijn. En dan zijn we aan de allerlaatste ronde toe. Hè? Ja. Voilà, dat is allemaal achter de rug. En nu kijken wie nog het meest overschot heeft. Dit is toch moeilijk. Hè? Dus als je die meters nu bekijkt, dat Nijs weggereden is, gewoon maar op simpele basis naar beneden rijden, dan is het echt moeilijk om een spurt aan te gaan. Je krijgt gewoon meters aan je broek. Er is geen sprake van echt een spurt met treden. Dat kan nooit of nooit. Ah, we gaan een stukje piste. Wielrennen meemaken. Een stukje surplus. En een cross. Ik ga van de laatste ronde. Hij heeft het toch gewaagd, Kevin. Een cross die niet meetelt voor een regelmatigheidscriterium. De bus zelf eentje in het leven geroepen heeft. Arnouts ziet wat er te zien is van, oh, ze staan daar stil. Is dat mogelijk? Dus geen van de drie is er hier volkomen gerust in. En Arnouts die denkt, ik zit hier Jan Dori al goed. Maar het kan misschien nog wel beter. Zet zich op de trappers. Dat doen de anderen ook. 14 seconden. Nog altijd het verschil. Maar ik denk dat dit al een klein beetje dichter is nu. Hier komt nu Stibar voorbij op 26 seconden. Nu zijn de verschillen in Overijssel wel eens vaker klein. Arnouts. Die probeert. Kijk eens aan. Dat moet al op een seconde of 10 zijn nu. Want het beeld bedriegt natuurlijk wel een beetje. Je moet nog een stuk bergop. Ziet u dat? Ah, daar krijgt het moeilijk hier. Dat is doodgaan, hè? Ja, dat is kapot gaan aan de Sven Nijsdreef. Ja, en Bart is al dus een hele ronde aan het geven. Dus heeft het gehoord dat hij dichter kwam. Omdat ze vooraan niet echt vol gaan. Ze wachten hem op. Hij mag erbij. Ja, maar dat is geen cadeau. Mogen terugkomen. Hij mag erbij. Voilà. Boom heeft een ploegmaat. Maar wat levert dat nog op? Renaat. De reactie van het publiek tegenover Bart Arnouts is hartverwarmend. Je ziet het ongeloof op de gezichten van de mensen. De top van de Tunnelsberg komt er nu aan. En daar op het moment waar Arnouts het veld zal indraaien in het spoor van de Groot. En ook Stibar is nog op komst. Die hangt op een vijftal seconden. Oppassen, Stibar, dat is iemand die springlevend kan worden à la Vervecke in die slotronde. Ze zijn het veld ingedraaid. De wereldkampioen behoedzaam in die bocht waar ze bij de jeugd toch vrij veel vielen. Maar dit zijn pros. En de versnelling, net voor het ingaan van de zone. Boom met de versnelling. Een beetje uit het niets. Kijk hem geven hier. Net voor de afdaling. Boom met de lengte op 7. 3 seconden zijn het op Nijs. Paulus gooit zijn bril weg. En dat is natuurlijk de doodsteek voor Arnouts. Boom duikt op kop het veld in. Maar hij moet het natuurlijk wel houden in een passage waar Nijs in het voordeel is. Want die is technisch een stukje briljanter dan Boom. Dus is het maar een goede seconde. Hè? We gaan niet overdrijven. Zie je dat? Daar heeft Nijs natuurlijk wel rekening mee gehouden. Hij kent dit parcours door en door. Hier komt nu weer een boomstuk. Nu moet Nijs echt uit zijn pijp komen. En mag Boom niet helemaal laten wegrijden. Als hij hier een seconde of 5 moet laten, dan is de show over. Ja, maar voorlopig is het nog niet. Dus Boom in de afdaling. Straks bergop denk ik dat het nog een klein beetje beter in het kraam zou passen van Boom. Dus maar zover is hij nog niet. Dat is nu power tegen techniek. En voor de rest, Pauwels die mee is. Voilà. Ja, ja. Heeft die jongen inhoud, zeg? Arnouts die betaalt nu de prijs voor de inspanning op de Tunnelsberg. En Nijs van het kwakkelen. Dat was kantje boordje. Maar op de kasseien is het niet evident om snel vaart te maken. Oh, nu heeft een geluk gehad. En hier komt Stibar. Die komt ook nog meespelen. Maar zal uiteindelijk, denk ik, vijfde worden. Op naar het tweede luik van het parcours. Komt straks nog een venijnige klim. De B-klim van de Tunnelsberg in de Tunnelsweide. Nijs daar bijna helemaal onder de lotto door. Geweldig hersteld natuurlijk. Hè. Dus in principe zou je daar moeten gaan remmen. Hij is gewoon gered door zijn remmen los te laten. Boom, dan is de fiets terecht gekomen. Opletten. En dat wiel nu niet meer loslaten, Sven Nijs, als je hier in Overijssel een derde keer wil winnen. Pauluske krijgt het moeilijk nu. Laatste keer de longen vol tanken. Dat is allemaal zo makkelijk gezegd, hè. Moet een verschrikking zijn achter die Nederlander aanhollen. Ja, ze gaan nu de weide in. Een hele lange klim tot in de materiaalpost. En heeft er alle belang bij, Boom, om daar vooraan te blijven. Om te beletten dat die Nijs hem voorbij gaat op een technische strook.
Denk ook aan Lunaat vorig jaar, waar hij van de kop af de sprint won, Boom. Dus onderschat hem ook daar niet, Renaat. Gedragen op een zee van geluid duiken ze de wijde Vrooman in en Boom. Nog altijd heel, heel pinter uit die ooghoeken kijkend. Hij wacht, hij anticipeert op de aanval, maar gaat zelf aanvallen nu. In de wijde, de klim waar Nijs daarnet ging. Het duel, de driestrijd moeten we zeggen, prachtig om te zien. Hij houdt stand. Nijs houdt stand. Boom doet alles wat hij kan om hem eraf te rijden. Rijdt hem nu op een lengte. Nijs op de tanden. Dit gaat echt pijn doen. Daar gaan ze nog een paar dagen mee sukkelen met de naweeën van deze cross, hoor. Het is hard tegen keihard. Het is een verschrikking. Kijk naar die grimassen op die aangezichten. Het zijn geen gezichten meer, het zijn bekken. Mm-hmm. En voor de rest is Paulus nog altijd mee. Het is wel straf. En waar rest er nu nog? Ze zijn nu al aan het voetbalveld binnen de kortste keren. En dan zijn ze, die afdaling komt er dan aan en dan, ja, dan speelt het onvermijdelijk bijna. En voor de rest is Paulus nog altijd mee. Niet te dicht op dat wiel. Een fout is fataal. Wie wil winnen moet zeker de kop niet meer afgeven hier. Absoluut niet doen. De tijdrijder, de technische kraan en dat vinnige Kempenbaasje uit Kalmthout. Boom dat tempo nu strak houden. Ik denk dat hij met een hele snelle laatste ronde de rest gaat naar de vaantjes helpen. Kijk, laat de tempo nu niet meer zakken. Als Nijs er kan overkomen, heeft hij nog een kans. Hè. Dus maar hier, Kevin Pauwels. Ja, Nijs heeft het gezien. Dat heeft Nijs gezien. Pauwels, woeps, dat opkantje. Miljard, waar heeft hij het allemaal geleerd, die Kevin Pauwels? Het was de exacte juiste moment, hè. Het kan, hè. Het zit erin voor hem nu. Van Mark Hermans en ook van Kevin Strijbos. De motocrosser, dat is inderdaad zijn maatje. Daar gaat hij iedere week een keertje mee trainen. Nijs is geklopt. Is Nijs aan het begeven? Nijs is geklopt. Pauwels nu naar de vijver. Ze zijn heel dicht bij de zone van de waarheid. Hij is toch altijd aan het wiel. Pauwels met een lichte voorsprong. Die is weg. Goed uit de trappers. Dat zou wonderbaarlijk zijn mocht Kevin Pauwels hier inderdaad in Overijssel winnen. Wie gaat hem nog halen? Boom probeert dat. Dat kan niet. En hij neemt Boom Nijs nog mee. Dat doet hij. Pauwels daar heel vlot door die bocht. Met zin voor risico. Boom met Nijs aan het wiel. En dan Pauwels met een lange sprint. En iedereen gunt deze Pauwels deze overwinning wel. Hè. Maar hij moet wel stand houden. Hè. En hij kijkt om. Dat is altijd een gevaarlijk beestje. Nijs laat Boom rijden. Het is nu Pauwels tegen Boom. Stand houden, Kevin. Stand houden, jongen. Stand houden. En hij doet het. Hij wint hem. Kevin Pauwels wint in Overijssel voor Boom. En Sven Nijs is derde. Kevin Pauwels wint een klassieker. Ja. En daar kan iedereen mee leven, hoor. Proficiat, Kevin. Het is zover. Het is zover. Het moest ervan komen. De vraag is, wie heeft hem dit geleerd op de juiste moment naar voren geschoten? Het brein van Pauwels zelf. Het moet van vroeger zijn. Daar heeft Dirk Pauwels ook wel zijn bijdrage in geleverd. Hier is Arnouds. Gisteren vierde, vandaag vierde. Maar andermaal een formidabele ontknoping in andermaal een bijzonder aantrekkelijke cross. Overijssel voor de tweede opeenvolgende keer een verrassing gebaard. Maar dit is er een die van tel is, hoor. En ik denk dat hij nu er al mee zit dat hij een interview moet geven. Hè? Ja, dat is nog het ergste. Hier komt nu Stibar binnen met Al op plaatsen 6 en 7. Ik zou liever nog een rondje rijden dan dat interview moeten doen. Dus, maar hij heeft dus echt gepraat met zijn pedalen vandaag. Een knappe koers gereden. Daar komt nu Van Tornhout binnen. Dus Stibar en alle plaatsen 5 en 6. Zo was het. En Van Tornhout is hier dus 7e. Dan Verveke 8e. En Ginder komt Huilen binnen als 9e. Verveke 8e op 1.20. En dan Huilen op 1.25. En is dat Tomke van den Bos? Dat is Tom. Op 1.33. De zoon van André van den Bos. En dan is de top 10 vol, hè? Sikors komt binnen. Hier het sprintje van Kevin Pauwels. Dat hij verdomd trap was, dat wisten we. Maar dat hij ook nog eens link was, door op het juiste moment de twee voorbij te hollen. Daar heeft hij iedereen mee verrast. Er zijn er maar een paar bekwaam in het hele peloton om voor die Boom voor te blijven. Hè. Dus hij moet dus spurten tot bijna op de meet. Dan moet hij al zelf razendsnel zijn. Boom redt het niet. Richt zich daarop en zegt, verdomme. Je moet me op die manier laten ringeloren. Enorme koers van Lars Boom natuurlijk. Dus maar
ja, naast het voetbalveld de eerste plaats nog afgeven, dat was er om vragen natuurlijk. Hè. Dat was al heel, heel link. Kevin Pauwels heeft zijn eerste grote binnen bij de profs. Boom is tweede, Nijs is derde, Arnouts is vierde, Stibar vijfde, Al is zesde, Van Tornhout zevende, Vervikke achtste, Huilen negende en Tom van den Bos is tiende. Tsikos is elfde, Verstraeten twaalfde, Van IJzendoorn dertiende, Simonek veertiende en Thijs van Amerongen is vijftiende. Hier komt Groenendaal nu over de